het was plezant. Het was echt super tof. Vooral omdat het hier ja, gewoon in Alken, hè, dat is mega dichtbij, dus fijn, hè. Ik vond het was in het rijden. Warm ontvangst. Maar ik vond dat ze heel goed meededen. Ik heb me super hard geamuseerd eigenlijk. Het is soms altijd zoeken van waar moeten de energie nog blijven halen. Soms uit het gevoel van ik heb een optreden gegeven, ik heb niets terug gehad en dat was in Sint-Truiden zeker niet het geval. Dat is Barcelona gewoon vallen van de rijden naar Sint-Truiden. Vandaag, Haspengouw zingt hier op de Grote Markt. Ik denk dat we echt wel een trendsetter zijn voor heel Limburg eigenlijk. Want de Truinaar, de mensen weten Sint-Truiden ook te vinden. Want het is hier altijd gezellig en goed gewoon. Vanavond is het ook ja, vol plein, dus wij zijn heel tevreden. Nu zijn die groepen ja, van alles aan het bedenken en we moeten er vroeg bij zijn. Anders staan ze op de Gentse feesten of wie weet in Antwerpen zelfs of in Brussel, ja, whatever. Sint-Truiden probeert wel ja, die primeurs weg te kapen. En als ik hier zie ook wat nu bijvoorbeeld Radio Guga heeft gepresteerd, ja, dat was top. Blij dat we ze erbij hadden. We gaan levensliedjes en smartlappen doen. En de twee beste levensliedjes en smartlappenzangers heb ik meegepakt naar hier. Jonas van Geel en Klare Kleimans. 2 jaar geleden was dat echt heel leuk hier. He, dat was echt, met Kleimans en van Geel was dat fantastisch leuk om te doen. Ik was heel blij als ik het zag, dat ik dacht, hey, we spelen terug in Sint-Truiden. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja. Ik hoop dat het publiek het even leuk vindt als 2 jaar geleden. Laat ons hopen dat we er een goed feestje van kunnen maken. Ja, dat hopen we wel. Maar ja, het zal vooral aan jullie liggen. He. Absoluut. Het zal vooral aan Sint-Truiden liggen. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Lang leven Haspengouw. Het is het derde jaar dat Haspengouw zingt hier op de Grote Markt doorgaat. En ik denk over de derde maal dat het een groot succes is. Massa volk, geweldige sfeer, de groepen zijn goed. Ik denk dat we hier verder kunnen bouwen de volgende jaren om echt naar een stadsevenement te gaan, naar een stadsfestival. En ik denk dat we mogen ambities hebben op dat vlak. Het is gewoon een schot in de roos, een leuke, gezellige avond voor iedereen, jong en oud. En genieten, zou ik zeggen, op een zomerse avond. Het gastoptreden is op het einde van de avond. Wij zijn Truinaren, wij zijn Limburgers. En u weet toch dat wij zowel in Sint-Truiden als in Limburg ons eigen volkslied hebben. Daar gaan we het volle borst mee zingen, met heel het publiek.